900 jaar geleden werd zij geboren, Hildegard von Bingen. In haar tijd een groot moreel en religieus gezag, daarna vergeten en pas onlangs weer herontdekt, dankzij haar liederen, haar kruidenkennis en ook dankzij de feministische theologie. Hildegard von Bingen is een vrouw die mij al jarenlang fascineerde. Samen met de Nederlandse KRO en de Duitse televisieomroepen Südwestfunk en Süddeutsche Rundfunk maakte ik volgend portret van haar. Een drieluik. En zie, in het 43ste jaar van mijn leven scheurde de hemel open in een geheimzinnig licht. En een stem sprak tot mij. Maar ik, Hildegard, leef voortdurend in angst, omdat ik geen enkele zekerheid of kennis in mezelf vind. Ik strek enkel mijn hand uit naar God, opdat ik door hem zou gedragen worden, zoals een veertje, dat zich door de wind verwaaien laat. Da steht anscheinend Incipit, also es fängt an. Prima pars, der erste Teil. Ach ja, Libri Scivias. Also Scivias, so heißt eins dieser Werke. Durch einen einfachen Menschen Hildegard vorgelegt. Die Stimme, die aus dem geheimsinnig Licht kam, sprak tot mij. Ik ben het levende licht dat door de duisternis heen breekt. Schrijf op wat je ziet en hoort. Niet zoals je het zelf wil, maar naar de wil van diegene die alles ordent in het verborgene. Maar ik, Hildegard, voel mij te klein en onbeduidend om deze stem te gehoorzamen. Niet omdat ik niet wil, maar omdat ik twijfel. Hildegard von Bingen krijgt tot haar ontzetting al vanaf haar kindertijd visioenen. De eerste mens die haar gelooft en begrijpt is de monnik Volmar. Hij zal haar helpen haar visioenen op te schrijven in de Scivias, wat betekent ken de wegen van de Heer. Hier bij Bingen aan de Rijn leefde 900 jaar geleden een van de beroemdste vrouwen van de 12e eeuw, Hildegard. Ze was abdis, arts, natuurkundige, profetes en componiste. Alles hangt met alles samen in haar wereldbeeld en verwijst uitdrukkelijk naar de schepper. Man en vrouw, hemel en aarde, het zichtbare en het onzichtbare, kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Als de mens zondigt, leidt de kosmos. Hildegard von Bingen is een heilige, ontegensprekelijk. Maar ze is ook een kruidenvrouw die de geheimen van het lichaam kent en schrijft over de erotische band tussen man en vrouw. Het hele christelijke avondland komt bij haar te rade als blijkt dat ze visioenen krijgt van wat zij noemt het levende licht. Ze mengt zich op het politieke toneel en voert correspondentie met pausen, koningen en keizers, met zowel het gewone volk als religieuzen. Toch vindt zij dat zij een armzalig schepsel is. En er gaan weinig dagen voorbij dat ze niet ziek is of pijn lijdt. Abdis Hildegard, men zegt dat u een geheimzinnig licht ziet en Gods plannen kent. Gods plannen zijn niet die van de mensen. Maar men zegt dat u veel kennis bezit. Ik ben enkel een veertje in Gods hand, dat zich door de wind verwaaien laat. Hildegard wordt geboren in het jaar 1098 in Bermersheim. Een edelman van het graafschap Sponheim, Hildebert,
en zijn vrouw Mechtild krijgen een kind, hun tiende. In dit kerkje van Altsaai laten ze het meisje dopen en noemen het Hildegard. We zijn hier in de Simultankirche in Bermersheim. Bermersheim voor de Höhe. En die kirche is die Taufkirche der heiligen Hildegard van Bermersheim bzw. van Bingen. Die kirche stamt aus dem 1000 bis 1100. Hier ist die heilige Hildegard, die kleine Hildegard, getauft und hat Bermersheim mit 6 Jahren verlassen und ging auf den Disibodenberg. Dort wurde sie erzogen und lernte lesen und schreiben. Op deze heuvel ligt de Benedictijnenabdij Disibodenberg, waar Hildegard als kind intreedt. Waarschijnlijk is ze door deze poort naar binnen gegaan, op weg naar de kluis, waar ze samen met Jutta von Sponheim en nog een paar anderen zou wonen. Also, Sie sind jetzt meine Hildegard. Ja. So, Sie gehen wieder da in das Tor hinein und wir gehen dahin. Im Jahre 1106 hat der Vater von Hildegard, die kleine Hildegard, hier über diese Schwelle hier in das Kloster gebracht und dann hier der Tante Jutta übergeben. Das da ist jetzt mal die Tante Jutta. So. Denn dieses Herrschaftskloster hat natürlich auch die Verpflichtung, junge Menschen auszubilden. Und das fand eben hier in dem Kloster bei Jutta in der Klosterschule statt. Die hat den Laden aufgezogen hier. Ja. Und hier sind im Laufe der Zeit dann 16 Mädchen gewesen, zwischen 6 und 8 Jahren, und wurden hier klassisch ausgebildet. Das war die Vorstufe unserer Universitäten, waren hier diese Klosterschulen. Ja. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen weiter. Over haar jeugd doen vele versies de ronde. Waarschijnlijk hebben haar ouders de opvoeding van de 8-jarige Hildegard toevertrouwd aan de 14-jarige Jutta von Sponheim. Later trad Hildegard samen met Jutta, met wie ze vriendschap sluit, in de abdij van Disibodenberg. De gewoonte om een kind aan een abdij te geven is iets wat Hildegard later zal afkeuren, hoewel ze vindt dat het voor haarzelf goed is geweest. Maar parallel daarmee bestond die andere gewoonte om een kind reeds op jonge leeftijd uit te huwelijken. 12 jaar voor meisjes, 14 voor jongens. Het lot van een kind werd in elk geval reeds zeer vroeg vastgelegd. Hildegards Eltern waren sehr fromm gewesen. Und als sie ihr 10. Kind bekamen, waren sie der Meinung, dass sie das als 10. Dem Herrgott opfern sollten. Und haben also ihr Kind als 10. wie im Alten Testament vorgeschrieben, der Kirche und Gott geweiht. Das hat für Hildegard eine große Rolle gespielt, denn sie war unter ihren zahlreichen Geschwistern nicht die Einzige, die geistlich geworden ist. Sie hatte Brüder, die geistlich wurden, aber sie war die Einzige, die als 10. von Gott beansprucht wurde und auch Gott übertragen worden ist. Zes jaar later treedt Hildegard samen met Jutta von Sponheim in de abdij Disibodenberg in. Deze abdij werd gesticht in de 7e eeuw door de Ierse monnik Disibod. Hildegard zal later een heilige leven schrijven over deze monnik die zich op deze berg terugtrok in een kluis. De abdij werd het religieuze centrum van deze streek aan de rivier Nahe. Nu is ze een ruïne. Hildegard zal hier bijna 40 jaar doorbrengen. Aan haar laatste secretaris vertrouwt ze later haar kinderherinneringen toe. Ik ging wonen in een kluis, samen met een heilige vrouw, Jutta. Onze kluis was tegen de kerk van een groot klooster aangebouwd. Er werd onafgebroken gebouwd. Ik kon dat volgen
vanuit mijn venster. We hoorden dikwijls de monniken de psalmen zingen en vanuit een raam konden we de dienst volgen. We mochten echter niet bij de monniken in de kerk. Er traden zoveel meisjes toe dat de kluis te klein werd en we een vrouwenklooster stichtten op dezelfde grond van de abdij. Toen Jutta stierf, was ik 38. Mijn medenonnen wilden dat ik abdis zou worden, wat mij zwaar viel. Toen ze 15 was, nam ze de sluier aan en werd non volgens de regel van Benedictus. Hildegard zou speciaal de zorg voor de zieken op zich nemen. De wijding tot maagd was een vreugdevolle gebeurtenis in het leven van de abdij en de mensen uit de omgeving. Ze stond op dezelfde hoogte als een priesterwijding. Das ist das kostbarste Buch, das wir hier an der Hessischen Landesbibliothek in Wiesbaden besitzen. Es enthält einen Großteil der Werke der heiligen Hildegard von Bingen. Dieses Werk hier ist ja einen halben Meter hoch und wiegt mit Kette und dem ganzen Einband über 15 Kilogramm. Bekanntlich hat sie ja sehr viel geschrieben. Sie hat Visionen gehabt, die sie aufgeschrieben hat. Sie hat theologische Werke geschrieben. Sie hat mit sehr vielen Personen, bedeutenden Persönlichkeiten ihrer Zeit korrespondiert. Das alles ist hier drin. Und was auch drin ist und besonders attraktiv ist, das sieht man aber jetzt nicht, das ist am Schluss der Teil mit ihren Kompositionen. Sie hat ja auch Lieder geschrieben. Hildegards Melodien sind sehr expressiv. Sie erreichen mitunter einen ungeheuer weiten Tonumfang bis zu 2,5 Oktaven. Und obwohl die Gesänge in ihrer Zeit auch oftmals große Tonumfänge hatten, ist er bei Hildegard besonders groß. Dann unterscheiden sie sich auch durch die von Hildegard ja selbst geschriebenen Texte, die eine besonders poetische Qualität haben, eine besondere Dichte, die aus ihren Erfahrungen resultiert. Die Gesänge Hildegards sind, wenn man so will, klanggewordene Erfahrung. Hildegard war eine visionär begabte Frau und sie hat die geistliche Erfahrung, die sie in diesen Visionen gewonnen hat, auch in ihre Gesänge einfließen lassen. Ich denke, dass es das ist, warum diese Gesänge uns heute so besonders ansprechen. Was Hildegard erfährt in haar Visionen, eigentlich was haar overkommt, isoliert haar, of ze wil of niet. Als Kind is ze hulpeloos. Later krijgt ze een helper, de monnik Volmar. Dat Hildegard een uitzonderlijk talent bezat, wist Volmar al. Hoe zij met zieken omging, muziek componeerde en kennis bezat van kruiden, bomen, vogels en vissen. Maar ook spreekt ze hem over de twijfel die haar kwelt en de moeite die ze heeft om haar visioenen op te schrijven. Waar komt die stem vandaan die zegt dat ik dit moet opschrijven? Waarom al deze dingen vertellen? Die afschuwelijke hoofdpijn. Is het omdat ik dit niet wil opschrijven dat alles zwart voor mijn ogen wordt? Mijn God, ik voel me helemaal verlamd. Wat moet ik doen? Ik zie zelfs niets meer. Hildegard was ten einde raad. Het richt zich tot iemand die bekend staat als de grote geestelijke leidsman van de 12e eeuw, Bernardus van Clairvaux. Bernardus wordt soms de chameleon van de 12e eeuw genoemd. Enerzijds spreekt hij de Tweede Kruistocht die dood en vernieling zaait, maar anderzijds is hij ook een belangrijk kloosterhervormer. Zo had hij kritiek op het wereldsleven van de monniken in Cluny. Hij zelf streefde met zijn monniken, de Cisterciënzers, het oude ideaal van soberheid na. Voor deze invloedrijke abt van Clairvaux is Hildegard een onbekende non uit een buurland van wie hij op een dag een brief ontvangt. Eerbiedwaardige vader Bernardus, ik smeek u, luister naar mij, nu ik een verzoek richt tot u. U verscheen mij meer dan 2 jaar geleden als een arend die omhoog keek in de zon en die niet bang is. En ik weende, omwille van mijn eigen zwakheid.
lieve en milde vader, ik leef voortdurend in angst omdat ik weet wat tot nu toe niemand wist. Ik weet wat de psalmen betekenen. Ik zie de evangelies voor me. Nee, ik ben dan niet in extase. Ik droom dan ook niet. Nee, ik ben klaar wakker. Ik zie niet met de ogen van mijn lichaam, maar het is mijn ziel die dit schouwt. Zowel 's nachts als overdag. Een stem zegt dat ik moet opschrijven wat ik zie en hoor. Maar ik kan niet. Ja, soms word ik, omdat ik zwijg, zwaar ziek of zelfs helemaal blind. Antwoord mij daarom. Wat vindt u van dit alles? Wij verheugen ons over de genade van God die in u is. Wij dringen erop aan dat u zich met heel uw kracht en liefde aan deze genade overgeeft. En zie, in het 43ste jaar van mijn leven scheurde de hemel open in een geheimzinnig licht. Sidderend opende mijn geest zich. Die enige Aussage, die vrouwen maken konden, war Vision und Audition. Ne? Keine Traktate, keine theologischen Summen. Dadurch war sie auf eine gewisse Bildlichkeit festgelegt. Ne? Und die Vision ist immer so aufgeteilt und ich sah. Und dann malt sie das aus, was sie sieht. Und sie sagt immer quasi. Ne? Wenn sie eine Gestalt sieht, die das Göttliche versinnbildet, quasi. Ne? Etwas wie Analogiebewusstsein. Ne? Und dann kommt die Erklärung der Vision durch die göttliche Stimme. Und ich hörte, und da ist wieder was Interessantes drin. Da lässt sie, ich sag mal, lässt sie die göttliche Stimme zu sich sprechen. Höre nicht darauf, wenn die Leute zu dir sagen, wegen der Sünde Evas seist du als Frau nicht vertrauenswürdig. Das ist ein Hieb auf die männliche Bibelexegese, die in Eva nur die Verführerin sehen. Und die dann auch noch diese Stelle verbinden, weil Eva das böse Wort zu Adam sprach, deswegen darf die Frau in der Kirche nicht lehren. Ne? Dagegen geht sie an. Ne? Sie hört Gott zu sich sprechen. Das, was die da erzählen, also mit unseren Worten, kümmere dich nicht darum, das ist sowieso falsch. Trier wordt een belangrijke etappe in de verdere erkenning van Hildegards werk. Haar visioenen waren ondertussen bekend geworden. Het was, zowel voor haarzelf als voor haar omgeving, belangrijk of de kerk deze visioenen nu ook officieel bij monden van de paus zou erkennen of niet. De toenmalige paus, Eugenius III, die nog een Cisterciënzer monnik van Bernardus was geweest, stond bekend als een briljant jurist, opgeleid aan de beste universiteiten van Parijs en Bologna. Deze paus kwam naar Trier om op een synode te overleggen over zijn conflict met de keizer. De stad Trier vormt een schitterend kader voor de synode. Een aantal overblijfselen uit de Romeinse tijd, zoals de Porta Nigra, gebouwd door keizer Constantijn, maken van Trier een waardige stad om de paus te ontvangen. Hier vlakbij ligt de Matthiasabdij. Deze Matthias- of Eucharius-abdij, genoemd naar de eerste bisschop van Trier, was een grafheiligdom. Vele graven van eerste christenen getuigen op deze plaats van een groot Romaans kerkhof. Later werd het een bedevaartsoord omdat het graf van de apostel Matthias hier ontdekt zou zijn. Vanwege de synode in Trier komt paus Eugenius III op 13 januari 1148 naar deze abdij om de kerk in te wijden. De abt van Dissy-Bodenberg, Kuno, neemt de gelegenheid te baat om de paus te vragen wat hij denkt van Hildegard en haar werk de Scivias. Het hoge gezelschap houdt de adem in. En inderdaad, de paus zelf leest in het openbaar voor uit de Scivias.
Deze erkenning door de hoogste kerkelijke autoriteit is wat Hildegard nodig heeft om verder te durven schrijven en spreken over haar visioenen. De vreugde bij Hildegard en haar medezusters is bijzonder groot. In deze bijeenkomst schrijft paus Eugenius III persoonlijk aan Hildegard. Wij hebben meer bewondering dan men zich kan voorstellen voor het feit dat God in onze tijd nieuwe wonderen verricht. Maar wat moeten wij zeggen? Wij die de sleutel van de kennis bezitten en zo dom zijn geweest die niet te gebruiken. Wij wensen u dus geluk toe. Tuitoonse profites, bewaar de genade Gods en schrijf op wat u geestelijk wordt meegedeeld. Door deze erkenning van de paus zelf krijgt Hildegard meer zelfvertrouwen. Langzaam ontwikkelt zij zich tot een profetes die de moed heeft kerkelijke en wereldlijke autoriteiten te kritiseren. Ze schrijft: geliefde zonen, Clerus van Keulen, waarom schaamt u zich niet? Water, lucht, planten klagen, wij stinken als de pest. Een gevaarlijk volk. De Katharen zullen veel succes krijgen. Wantrouw hen. De abt van Disibodenberg is tevreden met het succes van Hildegard en met de vele giften aan zijn abdij. Toch ergert hij zich, omdat hij gehoord heeft dat Hildegard een eigen klooster wil beginnen. Met de medebroeder bespreekt hij de situatie. Zij wil onze monnik Wolmar meenemen naar haar nieuwe abdij. Hij moet ook daar als secretaris haar visioenen opschrijven. Meen je dat? Ach ja, het Latijn van Hildegard is waardeloos. Wolmar moet natuurlijk samen met die andere non Richardus haar potjes Latijn verbeteren. Ik lees dat de paus haar zelfs Teutoonse profetes noemt. En haar liederen zijn bekend tot in Parijs. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat al die visioenen aan haar geopenbaard worden, terwijl er zoveel wijze mannen rondlopen? Hildegard heeft een grote uitstraling. Zelfs joden treden met haar in debat. Zo, zo. Ze schrijft bovendien dat dit klooster te klein wordt. Er zijn al 20 nonnen die haar willen volgen. Mijn abdij heeft er baat bij dat ze blijft. Als ik denk aan al die giften van die adellijke dames. Mijn besluit staat vast. Nee. En zie, in het 43ste jaar van mijn leven scheurde de hemel open in een geheimzinnig licht. En een stem sprak tot mij. Maar ik, Hildegard, leef voortdurend in angst, omdat ik geen enkele zekerheid of kennis in mezelf vind. Ik strek enkel mijn hand uit naar God, opdat ik door hem zou gedragen worden, zoals een veertje, dat zich door de wind verwaaien laat.
Dit is de Codex Dendermonde 9. Wel, het komt uit Bingen, uit het klooster van Sint Hildegard, de Ruppersberg. En het werd geschreven daar in het scriptorium, tijdens het leven van Sint Hildegard zelf. Het boek dateert van ongeveer iets voor of in 1176. Hildegard von Bingen werd als tiende kind van een adellijke familie geboren in 1098 in Bermersheim. In deze kerk van Altsij werd ze gedoopt. Toen ze 8 was, werd haar opvoeding toevertrouwd aan de 14-jarige Jutta von Sponheim. Later werd ze bekend als profetes, componiste, arts en abdis. Zij wordt het geweten van de 12e eeuw genoemd. Toen ze 15 was, werd ze tot maagd gewijd in de abdij van Disibodenberg, waar ze onderricht werd in de psalmen en de regel van de heilige Benedictus. Zij begint haar visioenen op te schrijven met de hulp van haar begrijpende secretaris Volmar. Als Hildegard het klooster verlaten wil om een nieuw klooster te stichten, weigert de abt van Disibodenberg, die boven haar staat, haar te laten gaan. Nee. De schok van de confrontatie met de abt is zo groot dat Hildegard ziek wordt. Ze ligt verlamd te bed, maar dat belet haar niet abt Kuno hevige verwijten te maken. Zij vergelijkt zichzelf met Mozes, die de opdracht krijgt zijn volk naar het beloofde land te leiden. De abt en zijn monniken zijn zoals de vervloekte vijanden van Israël. Anderzijds oefent zij ook politieke druk uit. Zij vraagt de aartsbisschop van Mainz en de gravin van Stade, wiens dochter Ricardus tot haar klooster behoort, tussen beiden te komen. De abt laat haar uiteindelijk gaan. Zij het met tegenzin. Met 20 zijn ze, als ze de tocht ondernemen van het rijke en vruchtbare Disibodenberg naar de dorre en verlaten Rupertsberg. Hier, aan de Nahe, een zijrivier van de Rijn, sticht Hildegard haar nieuwe klooster. Maar het duurt niet lang voordat haar nonnen beginnen te klagen. Het conflict escaleert. Er ontstaat een opstand tegen Hildegard. Haar adellijke nonnen vinden het leven op de Rupertsberg te hard voor hen. Mijn nonnen zijn blijkbaar meer geïnteresseerd in het maken van warm ondergoed dan in het zingen van mijn liederen, schrijft Hildegard letterlijk. Toch is het zingen voor Hildegard belangrijker dan de welstand van haar nonnen. En haar liederen hebben ondertussen al bekendheid verworven, tot in Parijs. Dat blijkt uit een brief van een zekere magister Odo van Parijs aan Hildegard in 1148. Haar laatste secretaris, Guibert van Jeanbloux, schrijft: deze liederen worden in het openbaar in de kerk gezongen. Wie heeft er ooit zoiets van een vrouw gehoord? Hildegard knoopt aan bij een oude traditie door zich te vestigen op de Rupertsberg. Deze berg was namelijk een bedevaartsoord gewijd aan de heilige Rupertus. In de 17e eeuw werd haar klooster echter verwoest door de Zweden in de Dertigjarige Oorlog en in de vorige eeuw werden de ruïnes ervan opgeblazen voor de aanleg van de spoorlijn Keulen-Mainz. Jozef Wurt vestigde zijn firma op de plaats waar eens Hildegards klooster stond. Das war das Mittelschiff der Klosterkirche. Und zwar schweben wir etwa in halbe Höhe.
dieses Mittelschiffs, denn der Boden der Kirche lag eine Etage tiefer. Bei uns unten im Keller sieht man also heute noch die Säulen, die, auf denen diese Arkaden dann aufgebaut sind. Das ist ein Bauholz. Es ist so, früher hat man so gebaut, dass man nur einfach nach einer gewissen Höhe Hölzer drüber gelegt hat, über die Mauersteine dann weitergebaut hat. Und wenn man fertig war, wurde es vorne abgehackt. Das sieht man auch, dass es mit dem Beil abgehackt wurde, ja, und es wurde dann verputzt. Wir haben es beim Brand, ist uns das aufgefallen, da haben wir es von der anderen Seite, haben wir ein Stück rausgeschlagen, damit es heute sichtbar ist. Also dieses Holz ist etwa 850 Jahre alt. Dann steigen wir zwei Etagen tiefer, um in die Gewölbe unter dem Mittelschiff zu kommen, ja? Also Sie können sich vorstellen, die Kirche war so breit etwa wie dieses Gewölbe, natürlich doppelt so lang wie heute, weil der vordere Teil ja beim Bahnbau weggesprengt wurde. Aber dieser Platz ist der Platz, an dem Hildegard gelebt hat. Und in diesem Gewölbe war auch Hildegard beigesetzt. Bis zum Dreißigjährigen Krieg, als die Nonnen nach Köln geflüchtet sind vor den Schweden. Und da haben sie die Gebeine ausgegraben, haben sie mitgenommen auf die Flucht. Und die Gebeine sind dann später nach Aibingen gekommen, wo sie noch heute sind. Hier, op de Roepersberg, vond Hildegard tijd om de natuur te observeren en erover te schrijven, zodat ze dikwijls de eerste Duitse natuuronderzoekster en arts genoemd wordt. De natuurleer die haar wordt toegeschreven, beschrijft de genezende werking van planten, maar ook dieren, vogels en vissen worden erin beschreven. Ik denk dat haar wereldbeeld enerzijds zo zeer in middelalterlijke voorstellingen verhaftet, auch ihre Vorstellungen von der Entstehung der Krankheiten, lehnte sich noch an die antike Säftelehre an, sodass wir im Detail nicht mehr zu ihrem Weltbild zurückkehren werden oder können. Dafür ist einfach unser Wissen zu sehr angewachsen, aber es würde uns bestimmt gut tun, uns bestimmte Teile ihrer Sicht anzueignen, uns mehr Gedanken darüber zu machen, wie gehen wir mit dem Menschen um? Sehen wir in ihm jetzt nur ein Objekt, das man reparieren kann, besonders jetzt für Ärzte, oder aber muss man ihn versuchen in seiner Ganzheit zu erfassen und eben auch sich auch darauf zu besinnen, dass man eben als Mensch kein autonomes Wesen ist. Van in alle Ewigkeit bestaat de groenende Lebenskraft. Vooral in de geschlechtelijke Umgang van Mann en Frau bloeit ze. Ze is aanwezig in het merg van de man en in de kiemende vrucht, het kind. Het groen is de kleur van het leven. Het lichaamsvuur kookt in het gezonde lichaam. De lijdende mens verliest dit vuur. Hoe moeten we deze uitspraken van Hildegard interpreteren? Als een mensje die op een ganzheitliches weltbeeld en godsbeeld bedacht is, Materie und Geist integrieren will, auch sogenannte männliche und sogenannte weibliche Eigenschaften integrieren will und der uns darauf hinweist, auch heute noch, dass wir den Kosmos meditieren sollen und daraus die Regeln für unsere Verhaltensweisen ableiten. Hildegard is succesvol, maar de oude twijfel knaagt weer aan haar. Ach, hoe ver weg van huis leiden mij deze dwaalwegen. Vele stormen woeden in mij en leugenachtige stemmen spreken tot mij. Wie ben je? Wat doe je? Wat zijn dat voor dwaallichten die je waanzinnig maken? En hoe weet je of wat je schrijft ook werkelijk van God komt? Het ware beter als je niet bestond. Die Frage nach der Persönlichkeit Hildegards, was für eine Frau sie wohl gewesen sein mag, ist sehr schwierig. Wenn man ältere Literatur liest mit Beurteilungen über Hildegard, erschrickt man, wie eindeutig die Urteile sind, von nervöser Erkrankung bis zur Hysterie und Schlimmerem. Man kann sagen, dass es offensichtlich eine sehr komplizierte Frau gewesen ist.
dass sie sehr empfindlich war, sehr einfühlsam, aber auch sehr stark, sehr durchsetzungsfähig. Sie hat also sehr viele verschiedene Seiten und hat das auch selber gesehen. Hildegard vormt de Rupersberg om tot een vruchtbare kloostergemeenschap. Ze metselt zelf de eerste stenen van haar klooster en laat waterleiding aanleggen. Ze bouwt zelfs een scriptorium, een vertrek waarin zij handschriften laat vervaardigen. Op haar aanwijzingen laat ze haar nonnen haar visioenen tekenen en inkleuren. Zo ontstaan prachtige miniaturen. Deze visioenen getuigen dikwijls van een eenheidsvisie waarin alles met alles samenhangt. De meest verscheurende episode uit Hildegards leven breekt nu aan. Deze sterke vrouw heeft inderdaad ook haar schaduwzijde. Wat is er aan de hand? Als kind verzwijgt zij haar visioenen lange tijd. Later krijgt zij de hulp van Volmar en een getalenteerde medezuster, Ricardis, die zij als haar spirituele dochter beschouwt. Hildegard komt onder de bekoring van de macht als zij probeert Ricardis met alle mogelijke middelen in haar klooster te houden. Nu wordt deze Ricardis tot abdis beroepen in Bremen tegen de wil van Hildegard. Hildegard is vertwijfeld. Zij vermoedt bovendien een complot tegen haar. Na innerlijke strijd laat zij Ricardis toch gaan. Hildegard moet wel veel van Ricardis gehouden hebben. Een tragedie speelt zich af. Ze schrijft Ricardis: dochter, luister naar mij, naar uw spirituele moeder. Het grote vertrouwen dat ik had in een mens is kapot gemaakt, nu ik weet dat je weggaat. De mens die naar God kijkt, is zoals een adelaar die zijn blik naar de zon richt. En daarom mag men zijn hoop niet op een mens stellen die zoals een bloem verwelkt. Hierin heb ik gefaald, uit liefde tot jou. Amper een jaar na het vertrek van Ricardis ontvangt Hildegard een brief van haar broer. Hij schrijft: ik meld je dat onze zuster, de mijne in het lichaam, de uwe in de geest, de weg van al het aardse gegaan is. Ze is dood. Zij is altijd zeer nederig geweest. Zij deed zich niet voor als een visionaire die dit nu eindelijk eens zou komen vertellen. Integendeel, zij was zeer bescheiden altijd. En dat is haar grote verdienste volgens mij. Daardoor juist heeft zij kunnen zoveel volk bereiken. Ten eerste langs hoogwaardigheidsbekleders en kerkvorsten. En dan ook hebben we abten zo. Die invloed komt voort uit haar karakter. Abdis Hildegard, men zegt dat u een geheimzinnig licht ziet en Gods plannen kent. Gods plannen zijn niet die van de mensen. Maar men zegt dat u veel kennis bezit. Ik ben enkel een veertje in Gods hand, dat zich door de wind verwaaien laat. Bernardus, de abt van Clairvaux, beroemd om zijn welsprekendheid en gerespecteerd om zijn vroomheid, kon de Franse edelen en de Duitse koning overhalen om een tweede keer op kruistocht te gaan. Hoewel Hildegard veel aan Bernardus te danken heeft en hem zeer bewondert, heeft ze de moed kritiek te geven. Hoe kan het zijn dat zij met hun kazuivels en kaalgeschoren kruinen meer soldaten en wapens bezitten dan het gewone volk? Hoe kan een geestelijke een soldaat zijn en een soldaat een geestelijke?
Ondertussen wordt Frederik de nieuwe koning en keizer van het Duitse Rijk. De Italianen noemden hem Barbarossa vanwege zijn rode haar en baard. Hij was beminnelijk en rechtvaardig, maar ook gewelddadig en eigenzinnig. Kort na zijn kroning schrijft Hildegard hem een huldigingsbrief. Ik, Hildegard, het veertje dat gedragen wordt door de wind, groet u, koning Frederik Barbarossa, die zo'n aantrekkelijke persoonlijkheid bezit. Luister, een koning zat op een hoge berg. Toen hij zijn ogen sloot, kwam een zwarte nevel over de dalen en raven reten alles uiteen. Luister goed, koning, want rovers teisteren het land. Zwart zijn de onmenselijke zeden van de vorsten. Hoed u hiervoor, koning. Werp dus uw hebzucht af. Frederik Barbarossa ziet zichzelf niet alleen als hoogste wereldlijke macht, maar ook als een door God aangestelde beschermer van de kerk. En hij eigent zich het recht toe bisschoppen en abten te benoemen, geheel naar de traditie van de Duitse keizers. Het conflict met de kerk laait weer op, want wie is nu de vertegenwoordiger van God op aarde? De paus of de keizer? Keizer Barbarossa maakt met zijn intocht in Ingelheim duidelijk dat hij zichzelf ziet als Gods afgezant op aarde. Also wenn Sie jetzt das Bild hier sehen, das ist die alte Ansicht von der Pfalz zu Ingelheim. Die Mauern sind hier zum Teil noch zu sehen, hier, wenn Sie die Resten hier sehen. Die Türme sind zum Teil noch erhalten, können Sie von hier nicht sehen. Das hier ist die Kirche, die Sie da drüben sehen. Und hier ist die Kaiserpfalz von Karl dem Großen gebaut, von Barbarossa noch weiter benutzt. Das Ganze wurde dann irgendwann, ich glaube im Mittelalter, wurde das geschliffen. Also man hat die Mauern benutzt, um die Häuser zu bauen. Die kleinen Häuser sind alle mit diesen Mauern da gebaut worden, mit diesen Steinen gebaut worden. Slechts een paar ruïnes blijven er over, maar hier stond ooit een immens paleis waar Barbarossa Hildegard uitnodigt. Het wordt de plaats van de eerste ontmoeting tussen Hildegard en de keizer. Er wordt een groot feest gegeven. Hildegard schijnt een diepe indruk gemaakt te hebben op Barbarossa. Hij vraagt haar voor hem te bidden en later zal hij zijn keizerlijke bescherming aanbieden. Maar er groeit ook kritiek op Hildegard. De abdis van het Marienklooster van Andernach vraagt haar of de geruchten die over haar de ronde doen waar zijn. Hildegard, ik hoor dat u alleen maar adellijke dames toelaat in uw klooster. Klopt dat? Ja. Er is toch niemand die heel zijn kudde samen in dezelfde stal onderbrengt? De ossen, ezels, schapen en geiten zouden elkaar toch in de haren vliegen? Hildegard, ik hoor dat uw nonnen in het koor staan met golvende haren en gesierd met een witte sluier en juwelen. Klopt dat? Ja, eerwaarde zuster. De vrouw mag zich niet opmaken, tenzij om haar man te behagen. Maar de maagd moet zich niet aan het voorschrift houden de schoonheid van haar haar te bedekken. Zij is immers gehuwd met Christus. Door de spirituele uitstraling en de monastieke geest van Hildegards klooster regent het uitnodigingen om te gaan prediken. Ze onderneemt in het totaal 4 grote reizen. Op haar eerste reis trekt ze door het Maingebied en op haar tweede reis bezoekt ze Trier. Hildegard von Bingen had aber auch mit Trier selbst
die Bekanntschaft gemacht, weil sie im Jahre 1160 auf ihrer zweiten großen Predigtreise in Trier geweilt hat und hat hier im Dom wahrscheinlich auch auf dem Marktplatz gepredigt. Und sie hat, wie man bei uns sagt, kein Blatt vor den Mund genommen und hat den Klerus gegeißelt. Ich möchte zitieren. Die Doktoris und Magister wollen nicht mehr in die Trompete der Gerechtigkeit stoßen. Deshalb ist das Morgenrot guter Werke bei ihnen verschwunden. Oder auch der Mittagswind der Tugenden, welcher sonst so warm ist, erscheint in ihnen zum Winter erstarrt. Denn sie ermangeln in sich der guten und vom Feuer des Heiligen Geistes durchglühten Werke und stehen, da das lebendige Grün fehlt, verdorrt da. Wenn man die Meinung gesagt bekommt, ist man normalerweise etwas böse. Aber diese Doktoris und Magister haben in Demut ihre Worte angenommen und wir können annehmen, dass sie sich gebessert haben. Op haar derde reis bezoekt Hildegard Keulen en ze waarschuwt ervoor de Katharen die zichzelf de Reinen noemen. Ze wezen de seksualiteit en de vrouwen af. Daarom was het des te merkwaardiger dat juist vrouwen zich aangetrokken voelden tot deze beweging. Schon in altchristlicher Zeit gab es diese gnostisch-manichäischen Lehren, wo also der Gottesbegriff gespalten wird. Der gute Gott, der Schöpfer des Geistigen und des Männlichen, das ist der Vater Jesu Christi. Und der böse Erschaffer der Materie, von dem auch das Weibliche stammt, das ist der Demiurgos auf Griechisch oder der Gott des Alten Testamentes. Da liegt natürlich wieder eine Judendiskriminierung drin. Dit dualistisch wereldbeeld is totaal niet in overeenstemming met Hildegards zienswijze op de eenheid tussen man en vrouw. Hildegard mengt zich in de debatten tussen de Katharen en de vrouwen. Lichaam en ziel, kwaad en goed, hoe kan ik de goede God vinden? Het lichaam en de wereld zijn instrumenten van de kwade God. Zorg er dus voor dat er door u geen andere lichamen meer op de wereld komen. Geen andere lichamen? Geen kinderen meer baren? Inderdaad. Het lichaam is slecht. De ziel is goed. Het is beter samen te wonen dan te trouwen en kinderen te krijgen. Want kinderen krijgen is erger dan enkel onkuisheid begaan. Zullen we dan niet uitsterven? Dat is net goed. Uitsterven en weer helemaal geest worden. Niet meer gehinderd door de kwade God aan wie het lichaam behoort. Kathaar, kan ik bij jullie komen? Nee, vrouw. Omdat gij vrouw zijt, is het u niet toegelaten. Alles wat gij beveelt, zal ik doen. Nee! In het 40ste jaar van mijn leven scheurde de hemel open in een geheimzinnig licht en een stem sprak tot mij. Maar ik, Hildegard, leef voortdurend in angst, omdat ik geen enkele zekerheid of kennis in mezelf vind. Ik strek enkel mijn hand uit naar God, opdat ik door hem zou gedragen worden, zoals een veertje dat zich door de wind verwaaien laat.
Codex Sancti Matthias Apostoli et Eucharii Archiepiscopi. Hildegardis de operatione Dei, prima visio, prime partis. Van Hildegard, de werken van God, de eerste visio, het eerste visioen van het eerste deel. Hildegard von Bingen werd als tiende kind van een adellijke familie geboren in 1098 in Bermersheim. In deze kerk van Altsij werd ze gedoopt. Toen ze 8 was, werd haar opvoeding toevertrouwd aan de 14-jarige Jutta von Sponheim. Later werd ze bekend als profetes, componiste, arts en abdis. Zij wordt het geweten van de 12e eeuw genoemd. Toen ze 15 was, werd ze tot maagd gewijd in de abdij van Disibodenberg, waar ze onderricht werd in de psalmen en de regel van de heilige Benedictus. Ze begint haar visioenen op te schrijven met de hulp van haar begrijpende secretaris Volmar. Wanneer Hildegard het klooster verlaten wil om een nieuw klooster te stichten, weigert de abt van Disibodenberg, die boven haar staat, haar te laten gaan. Nee. Hildegard zet door en sticht een nieuw klooster op de Rupertsberg bij Bingen. Vandaar haar naam, Hildegard van Bingen. Zij vestigt zich op een berg gewijd aan de heilige Rupertus, een oud bedevaartsoord. Hier schrijft zij haar belangrijke werken, componeert zij en voert correspondentie met kerkelijke en wereldlijke autoriteiten. Op een van haar reizen valt ze heftig uit naar de Katharen in Keulen die een leer verkondigen die de vrouw veracht. Hildegard mengt zich in de debatten. Nee! De geslachtelijkheid is natuurlijk en door God gewild. Als man en vrouw gemeenschap hebben met elkaar, zijn ze het beeld van God. Dat is onkuisheid, ontucht, zonde. Het is de wellust die het licht in het lichaam gevangen houdt. En het is de vrouw die deze wellust doorgeeft. Het is de vrouw op wie de hoogste zegen rust. Want God werd mens in een geliefde maagd. God kan niet mens worden, hij is licht. Hij kan niet lichaam worden. Toen God de wereld schiep, had hij al in zijn eeuwenoude plan opgenomen dat hij mens wilde worden. O mens, kijk naar de mens, want hij bevat hemel en aarde in zich. Goed en kwaad kunnen niet bij elkaar horen. Ze staan even ver van elkaar af als de zon en de maan. De zon zendt zijn licht naar de maan wanneer hij haar nadert, net zoals een man zijn sperma in een vrouw stort. Maar jullie verachten de vrouw. Zo zou een hevige woordenwisseling tussen Hildegard en een nieuwe religieuze groepering, de Katharen, eruit gezien kunnen hebben. Tja, de Katharen. Aanvankelijk was het een protestbeweging tegen de groeiende rijkdom en het verval van zeden, met name in de steden. Het Katharendom ontstond eerst in het Rijndal, meer bepaald in Keulen, en verbreidde zich dan tot in Zuid-Frankrijk. De inquisitie die bloedig afrekent met de Katharen werd in 1231 ingesteld door de kerk in Rome. Hildegard is dan al 52 jaar dood, maar het lijkt erop alsof ze tijdens haar leven reeds waarschuwde voor deze bloedbaden. Zoals mensen dieren slachten voor voedsel, zo zal er ook een tijd komen waarin de mensen elkaar als krankzinnigen afslachten. En gij, klerus, zijt mede schuldig, want gij doet niets anders dan uzelf vetmesten. Men kan zich afvragen hoe Hildegard op een dergelijke toon kon spreken. Voor ons erscheint dat zeer merkwürdig, weil wir die Vorstellung haben, dass Frauen im Mittelalter nichts zu sagen hatten. Wir leben aber im Zeitalter des Feudalismus. Das bedeutet, dass eine Frau genauso zur Familie gehört wie ein Mann und im Grunde genommen als diejenige, die Erbe weitergibt, die beteiligt ist an Gütergeschäften, auch sehr wesentliche Rechte hat. Das überträgt sich auch für die Verhältnisse des Staates und der Kirche. Das heißt, Hildegard konnte durchaus Kritik üben, sowohl an der weltlichen Obrigkeit als auch an der geistlichen.
De maagdelijkheid heeft kennelijk altijd tot de verbeelding gesproken, zoals uit deze legende blijkt. Hildegard noemt de maagdelijke staat de hoogste. Zo bestonden mensen immers voor de zondeval. De vrouw die uit liefde tot God de man afwijst, is zoals de adelaar die in de zon kijkt, schrijft zij letterlijk. Toch mag deze zuivere staat niet gekozen worden als de vrouw er niet voor geschikt is. Zo waarschuwt ze de nonnen van Zwiefalten. Dan is het beter dat ze zich verenigt met de man. Van in het begin werden man en vrouw voor elkaar geschapen. De ene verwezenlijkt zichzelf door de andere. De geslachtelijkheid reikt tot in de hoogste toppen van de geest. De eeuwige kracht, de groenende kracht, maakt man en vrouw tot één vlees. Samen vormen zij Gods beeld en gelijkenis. De vrouw is een bron van wijsheid die de scheppingskracht van de man aanvult. De man bezit een grotere productiviteit, maar het is de vrouw die deze kracht tot voltooiing brengt. Er zijn mannen die als ze zonder vrouw blijven roemloos zijn, zoals de dag die geen zon kent. In het voorjaar van 1165 ziet Hildegard tot haar ontzetting hoe keizer Frederik Barbarossa kloosters in haar omgeving platbrandt, omdat zij aan de kant van de paus staan. Ook Hildegards klooster had in het conflict tussen paus en keizer de zijde van de paus gekozen. Als Barbarossa de rechtmatig gekozen paus afzet en achtereenvolgens 3 tegenpausen benoemt, waarschuwt Hildegard Barbarossa. Toch spaart Barbarossa haar klooster. Hij had immers voordien zijn keizerlijke bescherming gegeven in een oorkonde. Niettegenstaande deze bescherming bekritiseert zij Barbarossa scherp. Ik, Hildegard, het veertje in Gods hand, heb je gezien in een visioen. Je gedraagt je als een kind. Er is je echter nog tijd gegund om over aardse zaken te heersen. Maar wees voorzichtig. Als Barbarossa haar raad in de wind slaat, schrijft ze hem een laatste brief, de kortste en de scherpste die ze hem ooit geschreven heeft. Hij die is, spreekt. Jouw verzet zal ik breken. Gehoorzaam, koning, als je wil leven. Anders zal mijn zwaard jou doorboren. 1 jaar voor Hildegards dood verzoent Barbarossa zich met de paus. Hildegards visioenen werden door haar nonnen getekend en ingekleurd. Ze beelden de strijd uit van de mens tegen demonen. Maar ook engelen en helpers worden in beeld gebracht. De drievuldigheid ziet zij als een mensengestalte tegen een blauwe achtergrond. Eerst ziet zij de kosmos als een ei en 30 jaar later als een mens die met uitgestrekte armen in een rad staat. Was den Kosmos umgibt und beim Namen genannt wird, das sind göttliche Eigenschaften des göttlichen Wesens, die hier im Wort erklärt werden. Diese feurige Gestalt, die den Kosmos umarmt, wie wenn es ihr Uterus ist, ist die Divina Caritas, die göttliche Liebe. Und Hildegard lässt in ihrem Text die göttliche Liebe sich selber vorstellen, nur mit weiblichen Substantiven der lateinischen Sprache. Das ist nicht ohne Bedeutung. Mit diesen Symbolen versinnbildet sie die Gottheit, die allen 3 Personen gemeinsam ist. Das göttliche Wesen ist allen 3 Personen gemeinsam. Und das göttliche Wesen ist diese Liebe, die ganz im Kosmos ist, aber den Kosmos auch transzendiert. Aan de overkant van de Rijn, in Aibingen, sticht Hildegard een nieuw klooster. Zij bezoekt het 2 maal per week met een overzetbootje. Hildegard is dan 67 en eens te meer ziek. Abdis Hildegard, men zegt dat u een geheimzinnig licht ziet en Gods plannen kent.
Gods plannen zijn niet die van de mensen. Maar men zegt dat u veel kennis bezit. Ik ben enkel een veertje in Gods hand, dat zich door de wind verwaaien laat. Een legende verhaalt dat een vrouw met een blinde knaap Hildegard opwachtte aan de overkant toen zij haar nieuwe klooster bezocht. Hildegard nam water uit de rivier, zegende de jongen en hij kon weer zien. Dergelijke wonderverhalen vestigen Hildegards naam als genezer. Kruidenrecepten en geneesmiddelen zijn slechts hulpmiddelen, schrijft zij. Alleen het vertrouwen in God telt. Hildegard ziet de mens als een eenheid tussen lichaam, geest en ziel. Het lijkt erop alsof wij, mensen van de 20e eeuw, deze eenheid ook in de geneeskunde opnieuw ontdekken. Nog een ander verhaal doet de ronde. Van een adellijke vrouw, Sigewiese, werd verteld dat ze reeds 8 jaar door de duivel bezeten was. In Hildegards klooster werd ze gezond. Hildegard echter werd ziek. Na 40 dagen krijgt zij een visioen en schrijft: toen zag ik de mooiste en liefdevolste man voor mij. Zijn blik doorboorde mijn schoot met balsem en parfum. Hij beval de boze geesten mij te verlaten. Toen kwam een overweldigende vreugde over mij en ik had eeuwig naar hem kunnen blijven kijken. Een zware slag treft Hildegard. Haar trouwe secretaris Volmar sterft in 1173. Volmar was een van de eerste aan wie Hildegard haar visioenen had toevertrouwd. Een onbekende monnik uit Chambloux in België biedt zich aan Hildegards nieuwe secretaris te worden, omdat haar werk reeds faam heeft verworven tot in België en Nederland. Hij stelt haar de volgende vragen. Krijgt u uw visioenen als u slaapt? Of bent u wakker? Vergeet u ze als u ze heeft opgeschreven? Wat betekent de titel van uw boek Scivias? Mag ik uw persoonlijke secretaris worden, nu uw vorige overleden is? Ja. En wat uw vragen betreft. De woorden die ik spreek komen niet van mezelf, noch van een ander mens.
Maar ik zeg ze vanuit mijn vermogen tot schouwen dat ik van boven ontving. Het licht dat ik zie is niet aan plaats of tijd gebonden. Het is veel en veel helderder dan de wolken die het zonlicht in zich dragen. Zolang ik het levende licht zie, verdwijnt alle treurigheid en angst uit me, zodat ik me voel als een eenvoudig jong meisje en niet als een oude vrouw. In haar laatste levensjaar komt Hildegard in conflict met de kerkelijke hiërarchie van deze stad, Mainz. Het zal tot haar dood leiden. U hebt op de gewijde grond van uw kerkhof een man begraven die door ons, het episcopaat van Mainz, geëxcommuniceerd was. De edelman die bij ons begraven is, heeft zich een jaar voor zijn overlijden met de kerk verzoend. Wij aanvaarden deze uitleg niet. Als u hem niet onmiddellijk terug opgraaft, wordt het interdict aan uw klooster opgelegd. U mag dan uw liederen niet meer zingen, noch de Eucharistie vieren. Opgraven? Deze man heeft gebiecht en de communie ontvangen. We hebben dus geen enkel misdrijf begaan. Wij weigeren deze man terug op te graven. Bij nacht en ontijd trekt Hildegard met haar nonnen naar zijn graf om de contouren ervan uit te wissen, zodat niemand de edelman nog zou kunnen opgraven uit de gewijde grond van Hildegards abdij op de Rupertsberg. Het interdict wordt aan uw klooster opgelegd. Vanaf nu mag er niet meer gezongen worden. En hoe reageert Hildegard? Ze gehoorzaamt en gehoorzaamt toch niet. Enerzijds weigert zij het lichaam van de edelman weer op te graven, anderzijds respecteert zij het interdict. Uiteindelijk wordt dit een onhoudbare situatie. Niet mogen zingen is voor Hildegard en haar nonnen wel heel erg. De prelaten van Mainz weten wat ze Hildegard aandoen als ze haar het zingen verbieden. Want zij zelf konden zich beroepen op een schitterende zangtraditie. De 80-jarige abdis begeeft zichzelf op weg naar Mainz. Ze weert zich krachtig en voert volgende argumenten aan. Zij die op aarde het zingen verbieden in de kerk, zullen in de hemel geen deel hebben aan de lofzang van de engelen. Het scherpste oordeel zal over u prelaten neerkomen als u niet, zoals Paulus zegt, uw leidersambt correct vervuld hebt. De mens werd namelijk door God zelf het zingen ingefluisterd. De prelaten van Mainz blijven echter onberoerd voor de wenende oude vrouw. Waarschijnlijk zijn er verschillende redenen. Jaloersheid bijvoorbeeld op de liederen van deze Teutoonse profetes, zoals Hildegard wordt genoemd. Als mannen zijn ze bovendien geneigd deze zelfstandige abdis een lesje te leren. En er is ook een politieke reden. Hildegard beroept zich in conflicten steeds op de paus van Rome, terwijl de prelaten van Mainz het gezag van de tegenpaus, aangesteld door Frederik Barbarossa, erkennen. Totaal radeloos stuurt Hildegard een eilbrief naar haar aartsbisschop, die net in 1179 op het Lateranenconcilie in Rome verbleef. Toen deze aartsbisschop van Mainz, Christian von Boeg, het interdict ophief, was de vreugde overweldigend. Maar Hildegard wordt ziek. Het hele conflict had Hildegard echter zoveel energie gekost dat ze de uitputting nabij was. Haar laatste jaar brengt ze door in het klooster op de Rupertsberg, waar ze sterft op 17 september 1179. Ze is dan 82 jaar geworden. Haar reliquieschrijn bevindt zich nu in de parochiekerk van Aibingen.
Guibert, haar persoonlijke secretaris, keerde terug naar zijn abdij in Jean Blou. En hij zorgde ervoor dat haar geschriften verspreid werden tot in Parijs. Hildegard vertelde mij dikwijls dat alles met alles samenhangt. In de mens vormen lichaam en ziel een eenheid. De mens is een spiegel van God en verantwoordelijk voor de andere schepselen. Dit gedachtegoed is gedurende 800 jaar vergeten. Pas nu wordt het herontdekt. Hildegard von Bingen, een fascinerende figuur. Laat ik er nog even bij vertellen dat het koor Tjerkamon, dat meewerkte aan dit drieluik, de liederen van Hildegard heeft uitgebracht op een cd. Tips voor lectuur en toeristisch bezoek aan de streek van de heilige Hildegard publiceerden wij in het juni nummer 98 van ons huisblad De Vloer. Ik ben blij dat u met mij Hildegard van Bingen heeft ontdekt. Misschien zien wij elkaar terug op Canvas, waar het Braambos in de regel om de 14 dagen een uitzending verzorgt. Bedankt en misschien tot kijk.